Beste kijkers, vandaag en in de volgende uitzendingen wil ik, Toon Vermeer, jullie iets vertellen over de geschiedenis van Schijndel. Aan de hand van foto's en dia's gaan we van Schindel naar Schijndel. Schindel, de naam van Schijndel, is de oude naam van Schijndel en dateert uit 1299. De naam Schindel bestaat uit twee wortelwoorden, te weten schin wat schors betekent en lo betekent bos, dus schorsbos. Deze naam komt tijdens de carnavalsdagen veelvuldig in Schijndel voor. In 1299 gaf hertog Jan II van Brabant opdracht aan zijn leenman Arnold Heim op de plek waar de gemeenten van Schijndel, Vegge en Zoetdroode samenkomen in Korenmolen te bouwen. De boeren uit deze drie gemeenten mochten hiervan gebruik maken. Op 23 september 1944 is de molen door oorlogshandelingen verwoest. Zoals jullie zien is dit historisch plekje door de oprichting van dit monument in 1982 bewaard gebleven. Vroeger was Schijndel een echt boerendorpje met veel landbouw en veeteelt. Er bestonden ook heel veel klompenmakerijen, mandenmakerijen en ribmakerijen. Ook werd er veel hop geteeld voor de plaatselijke bierbrouwerijen. Op de volgende dia staat de korenmolen op een kortere afstand van de koevering en wel in de Zandkansestraat in het Werpers. Deze molen is in 1893 gebouwd door Robertus Dufhuis. Het was een houten standaardmolen, afkomstig uit het plaatsje België, Charleroi. Hij droeg de naam van de Zwaluw. Tijdens het molen is de molen in oktober 1944 door het genaadvuur bij de bevrijding van Schijndel totaal verwoest. Na een korte voorgeschiedenis gaan we nu terug naar het centrum van Schijndel. Op deze dia is gemaakt bij de Drietip, waar vroeger de slagerij van de gebroeders Wouters stond. En op deze dia, links op de hoek, is de winkel en bakkerij van Jan de Jen. Later was hier de groentewinkel van Jan de Bie gevestigd. Op deze plaats is in de 70er jaren het gemeenschapshuis gebouwd. Thans is hier het café-restaurant van Peer Wouters gevestigd. Links op de voorgrond de panden van de familie van Liemt. En rechts de panden van de familie Manders. Zoals je op deze dia ziet, zijn alle oude panden gesloopt en zijn nieuwe winkelpanden verrezen. En het straatbeeld is hier veel breder geworden. De kerktoren komt hier goed tot zijn recht. En men kijkt hier op het mooi nieuw aangelegd matveld dat rond de jaren 1960 is gereed gekomen. Op de achtergrond is nog Hotel de Zwaan te zien. Hier nog een oude dia van het kerkplein met links op de voorgrond Café Memel en de panden van de familie Tijn van Lier. Op de achtergrond de twee panden van de familie van Liemt, die later zijn gesloopt. Tussen het café van Lier stond de bakkerij van Janus Ruys. Deze dia is gemaakt in de Vicaris van Alphenstraat, met aan de rechterkant de pastorie en kusterswoning en links bij de kerk stonden oude boerderijen. De bovengrondse elektriciteit is hier nog aanwezig. Hier is het in 1972 gebouwde gemeenschapshuis te zien. De kastanjeboom die voor de slagerswinkel van de gebroeders Wouter stond, is gelukkig niet verdwenen. Het gemeenschapshuis is veranderd in café Peer Wouters en bibliotheek. Op deze dia is te zien wat de bevrijding van Schijndel heeft nagelaten. Dit is de oude kerkstraat naar de richting van de Pompstraat, met op de hoek het pand van Ausums, waar vroeger café De Wilde Man was gevestigd. Recht op de voorgrond het pand van Jan van Liemt Malles, wij zeggen in Schijndel Jan Bietonje. Links het pand van Johan Jansen, met daarneven de sigarenwinkel en drankhandel van Johan van Roesel. De panden aan de linkerzijde zijn allemaal afgebroken in verband met de aanleg van de nieuwe markt. Hier een luchtfoto van de Hoofdstraat, vroeger Dorpstraat of Grote Straat genoemd. Het hoogwit gebouw noemt men
de Hoge Jood, waar de schoenhandel van Leo van Roesel was gevestigd. Dit pand is vroeger door een Joodse familie gebouwd, vandaar die naam. Daartegenover is het oude gemeentehuis te zien, hetwelk in 1793 is gebouwd en in september 1944 is in brand geschoten. Rechts op de achtergrond is nog het kapel van het moederhuis te zien. Dit is Hotel de Zwaan, met daarneven het lagere gedeelte waar vroeger de herberg stond. De Zwaan is in 1610 gebouwd en sindsdien meerdere malen herbouwd en later verkocht aan de HEMA. Ook een mooi pand was Hotel Amicitia met zijn mooie veranda. Vroeger was dit het stamcafé van de Koninklijke Harmonie en de handboogschutterij Amicitia. Het pand was onherstelbaar verwoest en is herbouwd zoals op deze dia is te zien. Weer later is de bar het Krifje gevestigd. Op deze dia is de Hoofdstraat te zien voor de Tweede Wereldoorlog. Links op de voorgrond de winkel van slager Wout van Rooij en daarnaast het oude gemeentehuis. De Zwaan en het Witte Huis met de familie De Vries met op de achtergrond nog juist de pomp. Rechts café Sepp en het pand van een Hoge Jood met luifel. Daarnaast de winkel van Thous en kapper van Raamsdonk en het vooruitstekende pand is het pand van burgemeester Janssens. Dit is de nieuwe situatie na de reconstructie van de Hoofdstraat, waarbij de panden aan de rechterkant zijn verdwenen in verband met de nieuw aan te leggen Mert. Op de nieuwe Mert is tevens het gemeentehuis gebouwd en geopend in 1960. In de 80e jaren bleek de bouw te klein te worden. Er werd een nieuwe vleugel aangebouwd waarin ook de sociale dienst en openbare werken konden worden gehuisvest. Dus alles bij elkaar gevoegd. Een zeer goede zaak voor de bewoners van ons dorp. Tevens werd de markt verfraaid met een fontein. Naast de kerk is de gedachteniskapel opgericht voor de gesneuvelde burgers en militairen in de Wereldoorlog 40-45 en de militairen die gesneuveld zijn in Nederlands-Indië. Rechts start de protestantse kerk die in 1810 is gebouwd en thans in gebruik is als bloemenkerk. Recht op de voorgrond zijn de panden van de familie Krielaars in aanbouw. Thans is hier de meubelzaak van de familie Kerks ondergebracht. Links is nog een klein gedeelte van Hotel van Roesel te zien. Hier is Hotel van Roesel geheel compleet en zijn de gebouwen aan de rechterkant gereed gekomen. Het ijzeren hek aan de linkerkant is van de tuin van Villa Bolsjes. Ook zijn de tramrails nog aanwezig. Zo zag Hotel van Roesel eruit na de bevrijding van Schijndel. Het pand was onherstelbaar verwoest. Hier ziet men de mooie villa van Frits Bolsjes naast Hotel van Roesel. Jammer genoeg is dit verdwenen voor de nieuwbouw van de etagewoningen en de tarwewinkel, thans EDA. Dezelfde villa aan de Hoofdstraat van Toontje Bolsjes is gelukkig intact gebleven. Deze villa is door de gemeente in 1949 aangekocht en als tijdelijk gemeentehuis ingericht. Later betrokken door het bureau openbare werken en vervolgens door de sociale dienst en thans is er een accountants- en administratiebureau gevestigd. Deze opname is gemaakt bij de Korte Heikenstraat, Hoek Muiderstraat, beter bekend als de Handwijzer. Op de achtergrond de in 1845 gebouwde meulens van Pijnenburg en de Bakker, beter bekend als van Frans de Bels. Rechts op de voorgrond oude panden aan de Korte Heikenstraat en links het huis van kapper Bozoli. Deze foto is gemaakt vanaf het dak van de fabriek van Janssen de Wit. In het midden staat de Villa Rozenburg als tijdelijk gemeentehuis. Daarachter het Monsieur Bekkershuis en de LTS aan de steeg. Nog een foto gezien vanaf Janssen de Wit. Op de achtergrond de twee meulens, waarvan één zonder wieken. Op de voorgrond het nieuw aangelegde plein 1944. Helemaal vooraan de loodsen van Janssen de Wit. Verder een foto van het nieuwe Janssenpark met op de voorgrond Café de Sok
en verder winkels in de richting van de Meulenstraat. Dit is de nieuwe situatie tegenover de fabriek van Jansen de Wit met het gezicht op de bejaardenhuizen in het Jansenpark. De beelden van de directeuren zijn in dit park geplaatst. Hier volgen nog enkele dia's van de sloop van Jansen de Wit kousenfabrieken en op dezelfde plaats de nieuwbouw van de seniorenwoningen en de flats van de kleine gezinnen. Aan de Plein en Theeshoek zijn in de tijd houten woningen gebouwd voor de Spaanse gastarbeiders die bij Jansen de Wit kwamen werken. Deze panden zijn gesloopt voor de nieuwbouw van het Planplein. We gaan terug naar het kruispunt Bijbelseweg, plein 1944, waar een nieuwe fontein is aangelegd. Vandaar komen we in de prachtige hoevenbraak Sint Paulus, die in 1949 is gesticht met als bouwpastoor Christ Vinke. Rechts op de achtergrond de nieuwe woningen aan de Hoevenbraakse straat. Op de voorgrond de Juliana straat. Rechts daarvan komt de klokkentoren van de nieuwe kerk te staan, zoals op de volgende dia is te zien. De nieuwe kerk is in 1963 gebouwd. De noodkerk, thans in gebruik als gemeenschapshuis De Vink, treft men op de volgende dia aan. In de directe omgeving van de prachtige Hoevenbraak staat het station van Schijndel. In 1874 is de spoorlijn Boksel-Schijndel-Gennep-Wezel in gebruik genomen. Zoals jullie zien staat het station in Schijndel nog steeds. Een gedeelte van het station is thans in gebruik als woning. Dit is het tevens het einde van onze eerste aflevering van Schinlo tot Schijndel. Ik hoop dat jullie de volgende keer ook weer kijken.